Pieter De Pré. Pieter De Pré. Ja. En ik lees het nieuws. Aha. Kijkt u televisie? Soms. Hebt u mij nog nooit gezien? Nee. Misschien wel, maar ik bedoel, als u het nieuws presenteert, dan bent u toch anders gekleed of zo? Nee? Ja, ik ben ietsje minder ietsje formeler gekleed dan dit. Nu werk ik een beetje achter de schermen. Niet iedereen is even enthousiast over hoe ik presenteerde. Nee? En, waarom? Ik versprak mij soms. Oh, of ik gaf een persoonlijke opinie. Ja. Of ik gaf een persoonlijke opinie. Gezondheid. Ja, ben blij u te ontmoeten. Insgelijks. Maar u zingt, hè? Ah, ik dacht dat u zei minister, mevrouw de minister. Ja, dit was een flauw grap. Mijn excuus daarvoor. U heeft een vriend. Ja, ik heb een vriend. Ja. U bent homo? Ja, ik zit nog in de twijfelzone. Ja. Op dit moment... Hoe bedoelt u in de twijfelzone? Ik heb een vriend en een vriendin op dit moment. Ja, en, dat is wel... ze weten het van elkaar. Ja. Maar er is wel een deadline. Ik moet eind... ik weet het is belachelijk, maar... ik moet eind 2008 moet ik de beslissing nemen. Van wie? Van, ja... Eigenlijk is het mijn vriend die graag wil weten hoe het dan zit. Ik geloof u niet. Ik geloof u niet. U bent me echt iets wijs aan het maken. Hè? Allee. Oké, we starten van 0. Ja? Ik ben iemand anders dan ik tot nu toe heb gezegd wie ik ben. Oké. Hebt u mij al ooit gezien? Nee. Nee. Oké, mijn naam is Wouter. Mijn familienaam klopt al. Dat is De Pré. Waarom moet u liegen? Ja, ik vind om het boeiend te maken moet men liegen. Dat denk ik. Dus u bent niet spannend... Allee, uw persoonlijkheid is niet spannend genoeg om gewoon uzelf te zijn? Oh nee, toch niet voor een uur. Misschien voor een kwartier. Dat kan. Ik heb geen tijd voor leugens, eigenlijk. Ik vind het leven is te kort om spelletjes te spelen, eigenlijk. Op dat vlak, hè? Ja. Denkt u soms na in termen van tevredenheid over uw leven? Moet ik nu liegen om het spannend te maken? U mag kiezen, u mag kiezen. Wat is het laatste dat u hebt gezien of gehoord dat u heeft ontroerd? Mijn kleindochter. Ik dacht aan een voorstelling van een muziekstuk, maar hopla, u komt met iets uit het werkelijke leven. Hoe heet uw kleindochter? Hoe oud is ze? Lola. En hoe komt het dat ze heeft ontroerd? Omdat ze nog... zeer spontaan reageert. Zij liegt niet, bijvoorbeeld. Liegt ze nooit? Nee. Dat zou mij nu echt verwonderen. Nee. Kinderen kunnen toch ongelooflijk goed liegen? Ze liegt niet. Ik denk dat... Ja, maar ik wilde nog graag horen wat je gezegd. Dat zal voor de volgende keer zijn. Ja. Ja? Oké. De tijd van de bijtjes en de bloemetjes is definitief voorbij en dus vullen steeds hetere standjes tegenwoordig het scherm. Daarom ging de Vereniging van Vlaamse Seksuologen met Valentijn van start met een campagne tegen de zogenaamde pornoficatie in de media. Niets te vroeg vinden enkele kuise kijkers, want met hun alziend oog voor detail hebben zij het al langer opgemerkt. De Vlaamse televisie raakt steeds meer oversext. Ik vind dat ze gemakkelijk bloed gaan. Dat is zo. Dat ze gemakkelijk... dat ze er geen respect meer voor hebben. En het is seks zonder liefde. Het is zo van wip en go, hè. Meer komt er niet bij. Onze Leon, die zie je toch eerder, hè. Maar dan zeg ik, zet dat smerig spel maar af, hè. Zeg, je hebt al genoeg veiligheid gezien. Dat is ook nog zoiets. Dat is ook iets het avondse, hè. Het is overal, het is overal. Want als je nu zapt van het een op het ander, wat je allemaal tegenkomt, je weet het niet. Zoals eigenlijk Goedele Liekens, China voor beginners. Goedele Liekens onderzoekt de Chinese man-vrouw relatie. Dat is ook al zoiets. Gelijk als bij Sarah ook. Sarah, die Brit, En dan gaan ze, dan schiet ze met haar gatzoen bij te zeggen, en zie je me komen. Vroeger was thuis, dat vond ik zo'n tof programma. En nu is dat nu ook al, hè. Luc met Leontine en dan nu is het Luc met Marie. En allee, ja, dat is allemaal maar seks en... Een heel goeie avond en van harte